Deze beschouwing. Die gaat over transgenderisme. Het gaat over mijn dochter. Over de jeugd. Over vrijwillige castratie. En. Oh ja, en over liegen in het algemeen. Het lijkt nogal een bonte verzameling, hè? En om me gelijk met de deur in huis te vallen. Mijn dochter is geen transgender hoor. Dat is een. Uh... Het is een vrouw. in een vrouwenlichaam. <laughs> dus. Uh, dat is echt weer te bescheuren. Dit, dit zijn de woorden van mijn lieve kind. Hè? Ze was net uit de, de baarmoeder gekomen van de moeder. En de eerste volwassene die haar in haar armen, in de armen nam, dat was ik. Vond ik wel mooi, lekker seksistisch van die uh, kraamdingensbegeleider uh, mevrouw. Ik kreeg de, het kind als eerste in de armen. Oh, wat was ik trots niet wetende dat dat mormeltje in mijn arm... Uh, later van die gekke dingen zou gaan zeggen over... Nou, dan zal ik je even gaan vertellen hoe dat ging. Ik had het aanzien komen, hoor. Ik was ook... Uh, ja, ik ben ook niet gek. Maar... Nou, het ging als volgt. Ik ben de laatste dagen, weken... als een debiel aan het studeren... op de programmeertaal die ik gebruik. Want ik ben erachter gekomen... Dat sinds 2011 zijn daar features bij gestopt, of afgemaakt of gepolijst, die het voor mij heel aantrekkelijk maken om nieuwe onderdelen te gaan gebruiken. En dan met name van de STL, de Standard Template Library. Die taal heeft een vlucht genomen. Ja, dat komt mij erg goed uit. Want ik ben bezig om alles wat ik tot nu toe gemaakt heb, om dat grondig te, hoe nou moet ik zeggen, schoon te maken. Even de bezenden erheen. Er en alle rommel eruit. Een lang verhaal, maar zo gaat de ontwikkeling van software. Dat je, je maakt heel veel software uit. Tijdsdruk of tijdgebrek, kan je ook zeggen. En dan ram je er maar gewoon wat in. En als het werkt, dan, dan ben je al lang blij. En de klant die stuurt de factuur. Of nee, ik stuur een factuur naar de klant. En de klant die maakt het geld over. En, hè? Maar nu heb ik dat probleem niet meer. Want ik, al mijn klanten heb ik ondergebracht bij een hardwerkende voormalige collega van mij. Tenminste, ik mag hopen dat hij hard werkt. Goed, ja, die is het wat anders. En die klanten weten dat als er echt een probleem ontstaat, dat ze mij altijd mogen bellen. Ik neem aan, ik hoor niks. Ik neem aan dat het goed gaat. Ik heb nu de tijd van de wereld. Dus ik kan echt heel rustig gaan kijken wat ik allemaal wil. En wat ik dus de afgelopen weken heb gewild en heb gedaan. Ja, is kijken naar uh, lezingen. En ja, allerlei YouTube-kanaaltjes. Van goed bedoelende mensen. En ja, heel interessant hoor. Beren interessant man. Ongelooflijk veel dingen bijgeleerd de afgelopen paar weken. Nou, en dan kwam er een lezing van de, de Godfather, de vader van C. Daar heb ik het over, dat is mijn taal. En die man die heet Bjarne Stouwstrup. Ik denk dat dat een Noor is, of een Zweed. Maar in ieder geval uit Scandinavië, lijkt mij. En die man die gaf een lezing. En ik start dus dat, uh, dat filmpje op op YouTube. Ach, geweldig is het toch, hè, dat YouTube. Je, je hoeft helemaal niet naar de bibliotheek. Dat is allemaal voorbij. Je hoeft allemaal niet meer met andere mensen te ouwehoeren. Je zit gewoon in een Ikea-bed. En je doet play. En dan hoppakee. Wat je maar wil: stomme kattenfilmpjes. Uh, stomme filmpjes over stomme herdershonden. En Björn Staustrup. Die even gaat vertellen waarom de laatste release van C++ van 2017, waarom die nog beter is dan die vorige. En normaal gesproken in softwareland denk je, oh nee, niet weer een verbetering, alsjeblieft. Maar in dit geval hebben ze bij C++ daadwerkelijk, uh, hoe moet ik zeggen, overtollig, ja, overtolligheid eruit gehaald. Echt geweldig. Ik ben zwaar onder de indruk van wat die jongens en meisjes. Nou, alleen maar jongens mag ik zeggen. Maar daar komen ze dadelijk aan. Wat die jongens hebben gepresteerd. En dat enkele meisje dan wat erbij zat. Echt. Ben ik van onder de indruk. Ik ben het niet met alles eens, maar. Dat, uh, er zitten bepaalde dingen in waar ik denk: van, ja, heb je dat nou echt wel nodig? Uh, nee, maar dat ben ik dan. Hè. Anyway, dat gaat er helemaal niet om. Bjarn Stouwstrap zou gaan praten. En dan gaat er een man op het podium. En die zegt. Hallo allemaal, en zo dadelijk komt de godvader van C. Going to do your talk. En I am just announcing. Uh... Allemaal ja, het Engels natuurlijk. En die zegt ja. En in de zaal zitten ook twee mensen van de jongere generatie. En daar wil ik er eentje van vragen om de aankondiging te doen. Toen dacht ik al, uh, wat is het voor opgeblazen toestand? Jij ja, zit er toch om de aankondiging te doen? Nee, er moest iemand uit het publiek komen van de jongere generatie. En die zou de aankondiging doen. En die persoon die heette April. ik denk hé, hey, een vrouw. Want dat kom je niet veel tegen hè, in het land der programmeurs. Ja, er zijn an anekdotes over te vertellen, ongelooflijk. Maar de meeste vrouwen die vinden het wel leuk, het idee. Hè? Van, oh, een baan. Oh, en dan kan ik lekker uh, eigen werktijden indelen. En dan mag ik ook vanuit huis werken. En oh, en, het, en ik hoef niet buiten te werken op een bouwsteiger of zo. Oh, wat leuk. En dan krijg ik een computer van de zaak. Oh, dat wil ik ook wel. Ja, tot ze erachter komen dat, dat je je eigen werktijden mag indelen, dat is ook wel nodig, want soms als er een deadline gehaald moet worden, dan mag je 80 uur in de week gaan indelen en dan mag je precies doen zoals je het zelf wil. En vanuit huis werken is geen enkel probleem hoor. Als je wel 80 uur gaat draaien, snap je? En dan komen die vrouwen dan achter en die denken van oh, nee, wat dat wil ik niet. Dus die gaan allemaal langs uh, wat anders uh, doen dan toch maar de Human Resource Management in. Kunnen ze daar de baas spelen. Anyway, April die zou de aankondiging gaan doen voor Bjorn Stouwstrap. En April had aan een jurk. En eronder panties. En dan denk ik gelijk, niet goed. Want als programmeur heb je niet een jurk aan... omdat je als programmeur, als je hard moet nadenken... dan zwaai je je benen op het bureau... En als je dan een jurkje aan hebt, ja, dan kunnen mensen in je kruis kijken. En, en het leidt ook uh, je medeprogrammeurs af voor zover ze van het mannelijk geslacht zijn en niet vies zijn van vrouwelijk schoon. Ja, dus in een, in, een, in een garage of zo. Daar hebben ze heus een kalender met vrouwelijk schoonhangen. Maar die hangt in de kantine. En als die mannen dan aan het sleutelen zijn onder zo'n Peugeot 504. Ja, dan kunnen ze niet op de kalender kijken. Van uh, Gucci hier of zo. Of Michelin. Of weet het. Kortom, geen jurk als je programmeert. Als je programmeert, dan heb je fatsoenlijke schoenen aan. Uh, die, je hebt kleding aan die makkelijk zit, want je hebt een zittend beroep. Uh, ja, een beetje, ja, een spijkerbroek, prima. En je kleding is schoon, daar heb je het eigenlijk mee gehad. En uh, felle kleuren en zo, nee, hou op. En een horloge heb je ook niet nodig. Alle andere sieraden, die kan je ook thuis laten. Horloge heb je niet nodig, want je, je hebt een klokje op je beeldscherm zitten. In, in iedere computer zit een timer. Zo. Maar deze programmeur, die, uh, mevrouw April, die had dus een jurk aan. En, uh, en nou, een leuk jurkje moet ik zeggen. Dat was uh, categorie uh, boven, boven de knie. Ja, je hebt dus boven de knie. En dan heb je ook nog boven, boven de knie. Dat het nog iets korter is. Het was niet echt een uh, mini uh, jurk, maar het was uh, boven, boven de knie. En ik dacht, zo, die heeft stevige benen, die April. En toen draaide die eepel zich naar de camera toe. Toen dacht ik: Kijk, nou Tieten, dat is een jongen. Maar die had nog niks gezegd. En, en die zei die man dus: Wil jij de aankondiging doen voor uh, Bernard ber, ber uh, Staustrup? En toen zei hij, Ja, dat wil ik wel doen. En toen hoorde ik dus haar stem. Waarop ik dacht: van ja. Je bent helemaal geen meisje. Ik ben een jongen. je ben een jongen met een jurk aan. Nou, dan nou ben ik dat ook niet zeker. En het ging me ook niet om uh, transgenderisme te bestuderen. Ik wilde weten wat ik aan een had te vertellen. En ik was ervan verbaasd wat die man nog meeblaast... in het grote orkest der uh, aansturing van de taal. Ik had eigenlijk een beetje verwacht dat zijn rol wel uh, uitgepoeperd zou zijn... maar dat is helemaal niet zo. Die man die programmeert nog. Die probeert ook zelf dingen uit. Uh, die is heel kritisch en... Uh, is nog volop bezig. Uh, goed hoor. Uh, complimenten. Maar dan, dat filmpje, ik had het wel eventjes geboekmaakt. En mijn dochter die kwam toevallig die dag bij mij uh, even langs voor wat klusjes te doen. Lieve kind, ik bedoel, dat is wel maar heel lief en zo. En ik zei tegen haar, van, ja, moet je nou toch eens even kijken. Dus ik laat haar dat introotje zien, dat April het podium opkomt. En dan gaat April dus even praten. En dan kan je dus horen dat het een jongen is. En dan stop ik het filmpje en dan zeg ik: Raar, want oh, dit is helemaal geen meisje. En zij zegt: wel. dat is wel een meisje. Ik zeg: Nee. Dat is een jongen met een jurk aan. Nee, ze, dat is een meisje met een jurk aan. Ik ja, zeg: Ja. Maar je, je kan het toch zien als een schouderpartijen? Ja, ze hebben dochter: Dat maakt toch niet uit? Ik zeg: Ja, maar onder die jurk. daar zit toch een penis? Dat, dat is iemand met een mannenlichaam? Nee, zei hij. Nee, zei zij. Uh, dit is uh, een persoon met een. Die, die, die persoon heeft het lichaam van een vrouw. Daar, daar komt hij. Die. die persoon heeft het lichaam, heeft een vrouwenlichaam, want die heeft het lichaam van een vrouw. Want het is een vrouw, want die heeft een jurk aan. Dus het is een vrouw. Ik zeg, ja, maar kom op, met een penis? Ja, zei ze, deze vrouw heeft dus een vrouwenlichaam en dat vrouwenlichaam heeft mannelijke geslachtskenmerken. Toen dacht ik, toen dacht ik, toen dacht ik, oh my god. Wat krijgen we nou? Waar gaat het over? Deze persoon heeft het lichaam van een vrouw. Dus is het een vrouw? En het lichaam heeft mannelijke geslachtskenmerken. Maar het is toch een vrouw. En daarom is het lichaam ook het lichaam van een vrouw. Het is alleen het lichaam van een vrouw met een hele afwijkende structuur. Wat je niet zou verwachten bij een vrouw. Dus er is lichamelijk gesproken iets mis. Maar de mens in kwestie is een vrouw. Want die mens heeft een jurk aan. En nou, snap jij hem nog? Het is toch idioterie? Het is een jongen. Kijk, je kan je op je kop gaan staan. Maar bij de conceptie. Dan heb je. Dat, dat, de conceptie dat steekt heel erg nauw. Hè? Want zo gauw. die spermatozoïde is binnengedrongen. Dan begint binnen no time. de grote. collision, collusie, kaboom. Het is zelfs zo dat je dat kan zien onder een microscoop. dat de conceptie heeft plaatsgevonden. Want dan begint de eicel een pufje, nou eigenlijk is het in, op dat microniveau een soort van explosie. En dan komt een explosie van zinkatomen. Een soort vuurwerk. Nou en bij die, want je hebt dus dat die spermatozoïde, die gaat door de celwand van de eicel. Het ovum. Uh, gaat hij naar binnen, maar dan gebeurt er nog niks. Dan begint wel die ijzel, die, die wand begint zo onmiddellijk te sluiten. Dus er kan geen tweede meer naar binnen. In principe dan, hè. Kan natuurlijk wel. Heb je een twee-eigen tweeling of zo? Of nee? Nou, daar laat ik me even niet over uit. Ik weet niet precies hoe dat zit, maar... Uh, er kan maar één spermatozoïde in principe naar binnen... En dan is er nog steeds niks gebeurd. En wat er dan moet gaan gebeuren, is dat het DNA van de spermatozoïde en het DNA van de, de vrouw, van de eicel dus, die moeten samengaan. Maar het DNA, dat heeft twee strengen, namelijk een X-chromosoom of zoiets en een Y-chromosoom. En je kan het niet. En een vrouw heeft twee xen. En wat dus niet kan, is dat je xx en xi samen en dat je een xxxi uh, bevruchting hebt. Dat gaat niet. Uh, ze moeten allebei afstand doen van de helft. Dus de vrouw moet de, hel de helft uh, die doet dus niet mee. Van die twee xen gaat maar één x door naar de finale. En dat maakt niet uit, want die zijn toch identiek. En van de man die heeft een X en een Y, en daar hangt het er vanaf. Dat is 50-50. Of die X gaat door naar de grote finale, of de Y. En als de, dat Eitje, het I-chromosoom, niet doorgaat, dan is die nieuwe een XX. Dus een vrouwtje. En als dat X-chromosoom van de man uh, de, de op een of andere manier niet doorgaat, en dat is 50% kansen, dan is die nieuwe een XI. En dat noemen wij mannetje. met alle consequenties die erbij horen. Bijvoorbeeld kleurenblindheid, dat is nou typisch een mannenkwaal. Vrouwen hebben dat beduidend minder. Dat komt wel voor onder vrouwen, maar echt niet, vaal, echt niet veel, echt niet vaak. Nou, en los daarvan, ja, dus de vorming van de geslachtsorgaan is totaal anders. Maar nog veel meer dingen. De hoeveelheid vet bijvoorbeeld... Is anders. Het percentage vet is bij een vrouw veel hoger. Of ze nou gaat diëten of niet. Zonder meer is dat zo. Een man heeft per kilo lichaamsgewicht minder vet. Nou, dan heb je nog dingen als baardgroei en borsthaargroei en. Ja, we gaan maar door. Hè? Dat is allemaal anders. En het allergrote verschil is natuurlijk die, die chromosomentoestand. Je bent of XX en daarmee dus een vrouwtje. Of je bent XY en daarmee een mannetje. En die April in de jurk, die had XY. Dus is het een mannetje. Ja. Jeetje, man. Zo simpel is dat hoor. En het is niet ingewikkelder dan dat. Nou, mijn dochter is over je. en, en Toen wilden ze die, 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 die plaat op gaan zetten over genderidentiteit. En toen ben ik over wat anders begonnen, want ik denk. Dat, want het staat natuurlijk nergens op. Wat is nou je genderidentiteit? Want Dan geef je namelijk de dus stoel van nou ik heb een XX-chromosoom. Maar ik ben eigenlijk uh, XI hoor. Ja, ik ben uh, totaal XI. Ik heb me al nou met een aantal x omgegaan. En ja, van binnen ben ik eigenlijk een XI. Nee, je bent van binnen XX Trin. En datzelfde geldt voor een x die zegt. Ja, ik ben van binnen ben ik eigenlijk uh, XX. Nee. Juist van binnen ben je XI, in al jouw cellen zit een X en een Y-chromosoom. En dan mag jij best de, de behoefte hebben om in je maatschappelijke rol te kiezen voor dingen zoals management, wat een typisch damesberoep is, hè? of human, ja, human resource management, of. Uh, mijn moeder heeft haar hele leven gewerkt als de aanstuurder planning van de buitendienst. Van een internationale firma, en dan de vestiging hier in Nederland. En zij plande de monteurs in. Nou, dat is de typische damesklus. Nou, als jij dat ook leuk vindt. Maar die monteurs die daar werkten... en die ingepland werden... die zouden dat werken van zo lang zal ze leven niet willen doen... Want die willen de monteur uithangen. Die willen de specialist zijn. Dat is hun passie. Want er is ergens een probleem. En dan scheuren ze in een auto. Met al die uh, machineapparaten, gereedschappen aan boord. Uh, dan gingen ze naar boeren toe. En dan komen ze bij zo'n boer aan. En zeiden. Mooi, we gaan het dan doen. Zo kom ik kijken. Nou, en dan gaan ze even kien. En dan zeggen ze: Oeh ja, de dat zien ja... Ja, dan moet je even de radiator radiatordingetje doen, ja, en dan gaan we dat zo doen, ja, dan moet je even klaar Clara A13 een weekje hier houden. Wat weet ik van wat ze allemaal doen? Dat zijn die mannen. En het kan heel goed zijn dat jij X-I-chromosomen hebt en dat jij helemaal geen zin hebt om uh, de monteur uit te gaan lopen hangen en dat je liever de planning doet. Nou, dat is toch helemaal niet erg? De mannen mogen ook plannen, hoor. En vrouwen, hetzelfde vrouw, dat een vrouw zegt... nou, ik wil helemaal niet die planning doen. Dan zit ik de hele dag binnen en het is allemaal lekker warm... en dan twaalf uur met z'n allen naar de kantine. Nou, daar hebben we allemaal geen zin in. Altijd diezelfde kop elke dag. Ik wil monteur worden. En dan heb ik ook een bus van de zaak. En allemaal gereedschap erin. En dan ga ik s morgens om zes uur sta ik op. En dan huppie, ga ik de deur uit. En dan ben ik om zeven uur bij mijn eerste probleemgeval. En dan, uh, en dan ga ik dat even lekker door de koelleiding repareren. Dat is mijn ding. En planning gaat er weg. Wijvenwerk. Nou, Zo'n vrouw kan je het er ook hebben. Dan gaat die vrouw een lekker monteur worden. Wat maakt het uit? Denk je dat dat niet mag? De, ik, ik sprak hier een stratenmaker aan. En die lui die waren bezig om het kerkplein hier even vol te leggen met steentjes. Dat was wel zo handig, hè? En dan Anders is er om al die zandtoestanden. <laughs> de gemeente is weer bezig geweest. En dan moesten de hele boel moesten weer uit. En dan moet de hele boel weer terug. En, zo. en ik zei tegen die man: van, Nou, ik heb wel een petje af hoor. Het wordt echt hartstikke netjes. Ze zei: Wat hebben jullie toch een mooi beroep? Ja, dat is toch heel edel wat zo'n stratenmaker doet. Ja, die man die ligt wel de God, de hele dag op zijn knieën, maar hij kan trots zijn op wat hij achterlaat aan het einde van de dag. Ja. Die mensen die kunnen met opgeheven hoofd naar huis. En hij keek me zo aan en hij zei: me, nou, als je dit mooi werk vindt, wij hebben nog mensen nodig. Wij kunnen ze wel gebruiken." Ja, het speelde heel even door me heen, maar ik denk... ja, jongen, dat, dat gaat me niet meer worden. Je bent nou, ik was toen 59 of zo. Hey, dat ga ik natuurlijk niet meer doen. Maar een, een jonge vrouw van 20, die kan aan de slag. Maar iedereen kan straten maken. Het is, of iedereen, maar het is wel een kwestie van doorzetten. En Je moet het goed kunnen meten. Uh, je moet wel... Uh, nou, je, je kan niet zomaar eventjes een, een plein zoals het Eusebiusplein volleggen met bakstenen. Dat kan je lekker vergeten. Er komt heel wat bij kijken. Maar als je bereid bent om dat leerproces in te gaan. dan word je eerst uh, leerjongen. zo zal het wel heten, maar dan moet je er maar gewoon genoegen mee nemen. En dan ben je eerst leerjongen. En dan mag je met iemand mee. en die gaat jou de goddransheid lopen vertellen dat je het verkeerd doet. en dat je links moet beginnen en niet rechts. En dan ga je allemaal regeltjes leren waarvan jij denkt, van, wat, waarom, waarom? En dan kom je later wel achter hoe dat werkt. Want straten maken is niet zo voor de hand liggend als dat je denkt, hoor. Zeker niet omdat je ook, uh, je baas kan iets overeengekomen zijn dat er een patroon gelegd moet worden. En dan wordt het helemaal puzzelen. En met die touwtjes moet je allemaal uitlijnen. En dat zand moet van tevoren ultiem vlak liggen. En niet onder een hoek, dus ze hebben een hele grote waterpas nodig om alles te controleren. En je moet in kunnen zien dat de zand af en toe niet goed ligt. En dan moet je terugbellen naar je baas en zeggen: Nou, baas, ik kan wel beginnen, maar dat wordt een drama. Want tegen de tijd dat ik klaar ben, dan is de klant denk ik niet tevreden, want dat zand ligt niet goed. En laat die zanddingers, jokers maar langskomen, want dit klopt niet. Dat moet je ook allemaal kunnen inzien, snap je? Maar als jij als vrouw dat wil leren, dan krijg je toch zo'n slag, joh. En gelijk een gelijke man ga je niet in een rokje naar je werk. En ook niet met hoge hakken en dus zeker niet met uh, oorbellen in en een dingetje in je haar. Nee, ben jij een maf. Want straten maken, dat gaat het hele jaar door, ook als het af en toe regent. Kijk, dat over geslachten en, en je genderidentiteit. Nou, heb jij behoefte aan een mannelijke rol in de samenleving... Dan ga je dat toch doen? Voeg de daad bij het woord. Nee, we gaan lopen zeuren over dat eerst dat lichaam aangepast moet worden. En dan kom ik dus op dat ding vrijwillige castratie. Het, hoe een vrouw, hoe je nou van een vrouw precies een man maakt? Ik zou het niet weten. We... Ik kan me daar niets bij voorstellen. Ik, ik ga, denk ik, vanavond of morgen. ga ik het even op internet opzoeken. hoe ze dat nou doen. Ik weet wel hoe ze van een man een vrouw maken. En. los van het feit dat. de, de, de penis. die wordt. Ja, ze creëren dus een soort clitoris en ze maken een gat. Maar in dat gat zit voor de rest niks. De, de, ze maken niet een baarmoeder voor je en je krijgt ook geen eileiders. Dus je hebt wel een gat en ze kunnen denk ik ook wel iets van uh, schaamlippen maken, maar daar moet je je niet al te veel bij voorstellen. Dat blijft een uitermate kunstmatige vagina die je krijgt. Zoals een, een biseksueel iemand tegen mij zei: van, Nou, ik vind het wel opvallend hoor. Met die uh, transgenders die dan tot vrouw gemaakt zijn. Hè? Nou, die komen best snel klaar. Maar uh, die vagina die wordt helemaal niet nat. Toen dacht ik: Waarom vertel je me dit? Punt 1, want ik wil dat helemaal niet weten. Maar dat heb je met die seksgeobsedeerde mensen. Die moeten al die dingen kwijt en daar willen ze over praten. En... Ik wil dat helemaal niet weten. Maar goed, ik weet het nu dus wel. En ik dacht op dat moment van ja, had je anders verwacht. Doe, denk je nou echt dat als je, wanneer je jezelf als man tot vrouw laat maken... dat je dan een vagina krijgt... Die dan net als een vrouw is. Verwacht je dan ook dat je zwanger kan worden? Verwacht je dan ook dat je ongesteld gaat worden? Dan, dan, je, dan mis je echt iets hoor. Want dat kunnen ze helemaal niet doen. Er is maar één ding aan die sekstransplantatietoestand. waarvan je kan volhouden dat dat echt is. voor de volle 100%. En dat is castratie. Het is castratie. met wat plastische chirurgie eromheen. En meer niet. En castratie, dat is als de oudste mensheid. Je had zo'n beroep dat je in Saoedi-Arabië. waar zo'n sultan. die had dan honderd vrouwen. En. Uh, ja, gewoon die honderd vrouwen bij elkaar. Dat uh, ja, vrouwen zijn niet zo heel homogeen en zo. Hè? Dus er moet iemand zijn die de boel in de gaten houdt. Als de sultan uh, andere belangrijke dingen te doen had. Maar dat was niet de bedoeling dat die persoon dan eventjes uh, van bil ging met uh, een van de dames van de sultan. Dus je kon die baan wel krijgen, maar dan gingen wel je ballen eraf. Dat was de deal. En er zijn nogal wat mannen in die dagen geweest. die iets hadden van. nou ja. Ja, dan maar ballen er maar af. Dan heb je wel een goede baan. Ja. Een leuke werkomgeving. En, uh, nou, je kan toch wel uh, heel wat vrouwelijk schoon. Uh, nou, dan mochten ze dus ook die vrouwen mochten in de blote bibs in de rond te lopen. met de eunuch ertussen. Dat maakte er helemaal niet uit. De sultan maakte dat geen drol uit. En de eunuch, ja, die kon dan lekker die blote vrouwen kijken. Maar wel met ze ballen eraf. Dat is een eunuch, die liet zich vrijwillig castreren. Nou, Hetzelfde had je met mensen die heel mooi konden zingen als uh, jonge jongen. En Want als dan de puberteit komt, dan krijgen die jongetjes de baard in de keel. En dan zijn ze niet langer sopranino, maar dan worden ze iets anders. Hè? Tenor of zoiets. Bariton, weet ik veel. Maar dan kunnen ze niet meer zo hoog zingen. Ja, er zijn er nogal wat jongens geweest die. Uh, ja, die konden toch goed geld verdienen als, uh, als zanger. Dat was dan met name in de katholieke kerk. En dan werd er tegen die mensen gezegd: van ja, als je dan je baan als zanger wil houden, dan. Ja, dan had je misschien twee keuzes. Dat ze zeiden: van nou ja, je mag of de rest van de tijd, uh, als je baard in de keel komt, dan mag je in het koor. Maar ja, daar sta je niet meer vooraan. En als je dan toch je rol wil houden als sopraan, uh, dan moeten die ballen eraf. Nou, er zijn er nogal wat die hebben toen gezegd: van nou oké, okay, dan de ballen er maar af. Hè? Die heten ook kastraatzangers. Nou, dat zijn de twee voorbeelden die ik ken van vrijwillige castratie in het verleden. Voor de rest zijn de voorbeelden van castratie. Dat werd toegepast als vorm van straf als een lijfstraf. Ze waren er in Nederland. In Nederland heeft dat ook plaatsgevonden in de jaren 50 van de vorige eeuw. is niet eens zo lang geleden, zo 60, 70 jaar geleden. Toen werd dat als lijfstraf toegepast. Castratie. Ja, ja als je me niet gelooft, dat is ja. het waar. We zijn toen jongens uh, gecastreerd omdat ze aangifte hadden gedaan bij de politie van seksueel misbruik. En aangezien degene die beschuldigd werd van een seksuele misbruik, dat die in dienst was van de katholieke kerk. Hadden ze dat beter niet kunnen doen. Want je moet, ja, die moet er echt mee oppassen met die katholieke jongens. Dat is, ja, maar dan konden die jongens dan verder ook niks aan doen. Je kan het die jongens niet kwalijk nemen. En trouwens, ze hebben we er zwaar voor moeten boeten. En zwaar voor moeten bloeden. Want de castratie. Er kon er al wat bloed bij kijken. En die zijn hun ballen kwijtgeraakt. Omdat ze uh, gingen vertellen aan de politie. Uh, ...bisschop... bischop, uh, Huppeltje Pup, uh, die heeft net tussen de billetjes gepakt. Ja. ja je, je gelooft het misschien niet hoor. Dat zou kunnen, maar. Uh, BBC-artikel erbij pakken. Ik weet niet of het er nog staat. Het stond toen in de. Niet, of BBC niet. Het was van de. Kijk hoor, Dutch. Boys. Castrated. Dutch boys castrated. Het that was een artikel in de... Oh ja, yeah, de London Telegraph. Nou, ja, dit kan je wel heel makkelijk vinden. Dus als je intypt Dutch boys castrated, dat is al genoeg. Nou, ik ga niet het linkje eronder zetten, dat is maar veel te veel werk. En op het artikel van. Het is een artikel van The Telegraph. Ze staat op de websi website telegraph.co.uk. En deze man die heet. Hij zal overleden zijn, denk ik. Die heet uh, Henk Heidhuis. Die is gecastreerd in 1956. Oh, hij is omgekomen in een auto-ongeluk. In 1958. Ja, ja. Hij heeft een Vegel gekastreerd. Zogenaamd op zijn eigen verzoek. Men zei dat het een vrijwillige castratie betrof en ik zeg je dat hier niks vrijwilligs aan was. Die man is gecastreerd tegen zijn eigen wil. En het auto-ongeluk, daarvan denk ik, dat hebben ze in scène gezet. Ze moesten van hem af. En in totaal zijn er tien jongens uh, gekastreerd in die tijd, minimaal. En die jongens, die schamen zich allemaal helemaal kapot, natuurlijk. Jezus. Dit is verplichte castratie. En zou het nog meer zijn voorgekomen? Ik denk het wel. Mensen doen dit wel, hè? Maar vrijwillig. Dat is, dat is toch wat bijzonder, hè? En wat je dan nu hebt met dat transgenderisme, dat is niets meer dan vrijwillige castratie. En wat win je ermee? Hoe kan je leven nou verbeteren doordat je je lichaam schade hebt, aange... ja, schade hebt toegebracht? Je hebt je lichaam laten beschadigen. Hoe kan je daar nou een beter leven van krijgen? Ik heb de, ja, iets gelezen. Er was een Amerikaanse psychiater. En die was gespecialiseerd in het helpen van mensen die erg ongelukkig waren met het feit dat hun lichaam mannelijke geslachtskenmerken had. En ze wilden onbedingt door het leven als een vrouw, maar dan ook echt zonder penis. Dus ze wilden gecastreerd worden. En die mensen weten natuurlijk dat ze. Ja, het is alleen maar castratie. Je krijgt er niks voor terug. Je krijgt geen baarmoeder terug. Je krijgt geen eiliders. En je krijgt weliswaar een, uh, een opening. Maar dat is niet gelijk de opening van een vrouw. Je zou altijd moeten werken met glijmiddel, om maar wat te noemen. en je wordt niet ongesteld. Ja, het enige wat blijvend is en het enige wat daadwerkelijk is... dat is dat jij je hebt laten castreren. En voor de rest verandert er helemaal niks. En dan kan je zeggen, ja, ik heb nog hormonen geslikt... en dan heb ik oestrogeen, gelijk een vrouw. Nou ja, punt 1, mannen hebben ook oestrogeen... En vrouwen hebben ook testosteron, alleen de mate is dan verhoogd bij jou. En heb je heel veel oestrogeen, dan krijg je inderdaad dat je borstvorming krijgt. Maar ja, er zijn ook heel veel mannen met tieten. Die zijn meestal wel uh, met uh, overgewicht en zo, maar die hebben ook borsten, hoor. Maar dingen zoals uh, ja, je schouderbouw en het feit dat uh, de navel van de man... Nee, anders zeggen, de taille van de man, die ligt een eind onder de navel. Of die ligt ter hoogte van de navel, zeker daaronder. En de taille van de vrouw, die ligt uh, gelijk de navel of daarboven. Dus de taille van de vrouw ligt hoger dan de taille van de man. Ja, die taille kan je niet laten verplaatsen bij je transgenderoperatie. Want bij die transgenderoperatie is alleen maar dat je gecastreerd wordt. En van je penis laten ze zoveel heel dat je nog kan klaarkomen. Met die zenuwen doen ze dat. De, die, die, ja. Geen details of zo. Maar. Je, hebt, je, je wordt... Ja, je wordt omgebouwd tot een, ja, een ding wat, uh, uh, waar een man seks mee kan hebben. Net zoals dat hij seks kan hebben met uh, een pop, een opblaaspop. En je krijgt een, een opening aan de onderkant en dat is het dan ook. En waarschijnlijk wordt er ook bijgezegd: van als je seks hebt gehad met een man zonder condoom, wat in principe kan, want je wordt niet zwanger. Uh, maar wel even uitspoelen na afloop, want ja, die sperma, die... Uh, als je een vrouw uh, spuit in haar opening... dan hoeft een vrouw niet per se daarna de boel schoon te maken... omdat de vagina, dat heeft een zelfreinigend vermogen. Het is zelfs slecht om iets als een vaginale douche... Dat doen vrouwen wel eens. Dan, doen ze, dan hebben ze ook apparaatjes voor kopen. En die breng je dan in. En dan doe je lauw warm water in je, om je vagina te spoelen. Dat moet je helemaal niet doen als vrouw. Dat is in de regel een slecht idee. Misschien in bepaalde gevallen dat de dokter zal zeggen. Nou, doe het maar. Maar dan moet wel de dokter zijn die dat zegt. Dan moet je niet zelf gaan lopen verzinnen. Want je verstoort de boel van binnen. Ja. Het is dus niet voor niets dat je dingen hebt als inlegkruisjes voor vrouwen, omdat de vagina van een vrouw echt de hele dag door uh, aan uitscheiding doet. Dat is het zelfreinigend vermogen. En die rommel die komt dus naar buiten toe, aan, aan de onderkant natuurlijk. Nou, als jij omgebouwd wordt, dan heb jij niet zo'n zelfreinigend vermogen in jouw opening. Dat lijkt me nogal dus. Dus die moet je zelf schoonhouden. Ja, ik, ik noem maar wat. Dus alles wat je buiten die castratie om laat regelen, dat is maar. Uh, nou, uh, 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 uh. Het is maar de kwaliteit die jij eraan toekent hoor. Het is echt niet zo geweldig. Die castratie daarentegen, die is 100%. Dat is bizar, vind ik het hoor. Nou, en dan terug naar die man, die psychiater. Die zei: van mensen die hem benaderen voor zo'n uh, zo castratie. Hij zei: dan ga ik in eerste instantie, minimaal voor een periode van twee jaar, drie jaar, misschien wel vier jaar, ga ik daar alleen maar mee praten. En kijken of die mens dat echt. Wil. Ik was een keer. Dat was met de moeder van mijn kind. Wij waren in Lissabon. En we hadden zo'n heel leuk, pittoresk restaurantje gevonden. We waren op vakantie. En op de kaart stond er een of ander uh, gerecht. In het uh, Portugees natuurlijk. Dat Braziliaans. ik kon het helemaal niet lezen. En de moeder van mijn kind, die zei zo heel verheerlijk... ...oh, dat is een heel traditioneel uh, Portugees uh, gerecht. Nou, dat wil ik. En ik keek dus en er stond dan in het Engels, stond daar... Hè, um, ...havermout met gekookte garnalen en rauw ei. Ik dacht, ja, ja... En ik keek ze op die kaart en ze hadden daar dus de heerlijkste dingen. Dus ik nam. We zaten in Lissabon. dus zitten vlak bij de haven. Dus een of ander stuk gegrilde vis met uh, een lekkere salade erbij, en frietjes en uh, drie soorten mayonaise smeermeuk. Zo. Voorbij die frietjes. En dan een goed stuk vis. Dat nam ik. Nou ja, toen kwamen ze het eten. En voor mij werden er allemaal schaaltjes neergezet. En uh, zo'n mes om die vissen te fileren. Zo'n botmes, een vismes. En zij kregen uh, een hele grote, uilgroot uitgevallen soepkom. En die was tot uh, aan de rand gevuld met havenmout. En die was uh, precies zoals je zou verwachten, uh, grijs. En daar zaten ongelooflijke bak garnalen zaten erin. En die waren licht gekookt, en die waren ook grijs. En in het midden had men een kuiltje gemaakt en daarin zat een rauw ei. Ik wil maar zeggen, zij bestelde dat. Maar toen zij zag wat ze kreeg, toen besefte ze dat ze dat helemaal niet wilde. Dus ja, en ik wist ook niet wat zij aan het bestellen was. Huh? En het is toch zo'n type dat als je daartegen gaat zeggen van... nou, volgens mij wil je dat helemaal niet hoor. Want volgens mij uh, krijg jij wat er op de kaart staat... namelijk havermout met gekookte granalen en uh, een rauw ei. En volgens mij vind je dat helemaal niet lekker. En dan gaat zo iemand, zoals de moeder van mijn kind, die gaat gelijk tegen je in. Wil jij, jij mij een beetje domineren? <laughs> Ze wilde het alleen maar toch. Dus ik dacht, ja, laten we gaan. Toen had, had ze dat, keek ze daar zo naar. En toen ging ze het proeven. Nou, en waar het naar smaakte... nou, Het was gewoon precies de smaak die je zou verwachten... van gekookte havermout met gekookte garnalen en rauw ei. Dat is niet echt een smaakboeket. En toen zei ik tegen haar... Nou ja, dat maakt toch niet uit. Dan roepen we de ober... En dan vraag je opnieuw om de kaart. en dan bestel je wat anders. Huh? En toen zei ze: Nee, ik heb dit nou besteld. en daar blijf ik bij. Vond ik echt nergens op slaan. En toen heeft ze niet of nauwelijks gegeten. Ik zo stom. Nou, geef het dan gewoon toe aan die Ober. dat je iets besteld hebt met je toeristenkop. en je toeristenbreintje. en je toeristenverwachtingen. van ik ga iets heel bijzonders doen. en dat je je gewoon zwaar vergist hebt. Zeg dat gewoon. Dan maakt die ober toch geen donder uit. Die heeft alleen maar meer omzet. En dat recept wat zij dan had besteld, dat kostte ook helemaal niks. Ja, wat moet je nou rekenen voor een bak havermout met een hand uh, granalen erin en een rauw ei? Dat kostte helemaal niks. Dat wat ik had, ja, dat was even uh, een, uh, dat kostte 16 gulden of zo. Dat is ook nog steeds weinig geld, maar. Hè? Ik wil maar zeggen: mensen kunnen dingen willen, maar je moet wel zeker weten dat ze het echt willen. En met dat recept wat mijn vrouw dan bestelde, dacht ik van ja, als je niet lust, geven we het gewoon weer terug. Ja, als ik er wat van ga zeggen, ga je toch tegen me in, dus laat het maar gewoon komen. En als je niet lust, dan bestellen we wat anders voor je bestel jij wat anders voor jezelf? Feministisch of zo. Ja, zij wilde dat dan niet. En nou, dan moet ze het dan zelf maar weten. Dan weet ik het ook niet meer hoor. Ja, dan moet ze maar met honger naar bed. Maar als je iemand laat gaan voor een castratie. Ah, daar moet je heel voorzichtig mee zijn. En die psychiater die zei dat 80% van de mensen die naar hem toe kwamen met een verzoek tot castratie, dat die gedurende de periode die alleen maar bestond van erover te praten en te vertellen waarom je dat wil, en dat die mannen ging vertellen wat het inhoudt en... Eh. Dan weet je wel zeker dat je dit gerecht wil, want dat is alleen maar havenmout met gekookte garnalen en rauw ei. En heb je wel eens een rauw ei weggewerkt? Dan vond je dat toen lekker. Zo had je bij de moeder van mijn kind moeten beginnen. Dan vind je hou je van rauwe eieren. Dan zei gelijk van, oh nee, dat vind ik helemaal niet lekker. Ja, en dat ze een open kunnen zeggen, nou, er zit echt een rauw ei in, hoor. Dat is Niet een uh, rauw ei alla bolognese baguette of zo. Dat is gewoon een rauw ei. Meer niet. En die havenmout, ja, er zit ook geen suiker in, er zit geen zout bij, er is helemaal niks. Dat is gewoon gekookte havenmout en niet in melk, maar in water. Hou je daarvan als ze zegt, nou, vind ik een beetje smakeloos. Dus je had haar dus langzaam kunnen, met het woord, alleen met het woord, kunnen vertellen wat het inhield, wat ze aan het bestellen was. En dan had ze waarschijnlijk tegen die oberen gezegd van, oh, ja... Nou, doen we toch maar... Uh... Ja, wat heb je nog meer? Nou, toen had we gezegd... Nou, wat dacht je van die uh, gegrilde zalm Met een, uh, een dillensaus erbij. Een... Dan hebben we hier hele krokante aardappelkroketjes. Dat ja, dan zou ik zeggen, die gemengde salade. Nou, en die man, die psychiater, die, ging de, die nam die echte tijd voor. En hij zei ook, die tijd is nodig... En als je dus zo'n twee, drie jaar besteedt aan die mensen te begeleiden in hun keuze. En er ook niet tegen die mensen zeggen dat het niet mag of zo. Maar dat je zegt van nou, vertel nou eens waarom je dat wil. En, lalala, en dan hebben we het daarover. En, en als ze dan komen met bepaalde nadelen van het hebben van een mannenlichaam. Dat je dan gaat hebben over: uh, wat, die, uh, wat zijn die nadelen dan? En dan kan je daar wat aan doen. Nou, 80% bedankte dus uiteindelijk voor de castratie. Die zei dus na zoveel maanden of jaren tegen die psychiater: Van nou, na ons laatste gesprek heb ik er nog eens over nagedacht. En ik denk dat ik afzie van castratie. Ik ben me nu bewust wat er gaat gebeuren als ik gecastreerd word. En ik wil het toch niet. Nou, zei de psychiater. En bij al die mensen ben ik ontzettend blij. dat ik die niet heb doorgestuurd naar de tweede afdeling. En de tweede afdeling is dan. dat ze dus voorbij de psychiater. naar de operatiekamer gaan. en daar worden ze gecastreerd. En hij zei daarbij. dus dat doorsturen. Dat doe ik pas nadat ik het heel zeker weet dat ze het echt, echt, echt niet anders willen. En die stuur ik door. Maar dat is één op de vijf die ik doorstuur. En 80%, vier van de vijf, die willen het uiteindelijk niet. Als ik ze goed heb verteld en goed naar ze heb geluisterd. Want niet alle problemen die mensen in hun leven hebben, kan je oplossen met castratie. En als je dat aan iemand duidelijk kan maken, van ja, jij bent ongelukkig vanwege A B C D E, maar dat ongeluk, dat gaat niet weg als jij je laat castreren. En als dat kwastje valt, dan gaan mensen, ja, ze zijn ze niet per se gelukkiger geworden, maar ze zien dan wel castratie dat zal mijn probleem, mijn ongeluk niet minder maken. En die man, die, die psychiater, die wist dan dus. Momenteel worden er mensen. Ja, gecastreerd. die. op een hele jonge leeftijd. Dat is die man een gruwel. Hij ik, dat mag je echt niet doen voordat iemand. 21 is of zo. 18 is. Iemand moet echt. Wilsbekwaam zijn en goed weten waar hij voor kiest. En daar moet jarenlang mee gesproken zijn. En kinderen van 6, 7, 8 jaar. die kunnen helemaal niet zelfstandig denken in die mate. dat ze kunnen zeggen: castreer mij maar. En ik weet zeker dat ik dat straks, als het, als het gebeurd is. dat ik daar blij mee zal zijn. En die man heeft gelijk gekregen, want er zijn nogal wat gevallen. Van mensen die hebben zich laten castreren en die zijn er stik ongelukkig van geworden. Toen ze erachter kwamen dat, het, ja, dat ze gecastreerd zijn en dat je dat niet ongedaan kan maken en dat hun ongeluk er niet minder om geworden is. Snap je? Het is een beslissing die je neemt en die kan niet omgedraaid worden. Die psychiater zei trouwens ook dat sommige gevallen dermate ongelukkig zijn dat hij zei het zou een misdaad van de mensheid zijn om die mensen niet de mogelijkheid te bieden tot castratie. Ja, er valt met die mensen niet te praten. Die, die kan je er niet uit praten. Je hebt eenvoudigweg geen andere optie dan ze hun zin te geven en ze te castreren. Maar zei die, dat is maar 20 En de rest dus niet. En als je dat dan wel doet bij die mensen die dat dus eigenlijk niet echt nodig hadden. Omdat ze behoorden tot die 80% die dat zeggen te willen, maar daar nog niet goed de consequenties van onder ogen hebben gezien. Die groep dus. Man. Dat is een leed hoor, wat daar wordt toegebracht aan die mensen. En het gemak waarmee wij daarover denken zonder stil te staan bij het leed. En dat mijn dochter dan dus zegt. Well, nou ja, nee, het, is, uh, het is een vrouwenlichaam. Maar het is een vrouwenlichaam met mannelijke geslachtskenmerken. Dat is dan de kunst van het liegen. Want mijn dochter heeft dit niet zelf verzonnen. Dat heeft zij te horen gekregen, en dat heeft ze klakkeloos aangenomen. Maar de leugen die hierin zit, en dat is nou precies waar de leugenaars zich van bedienen, is het verwisselen van begrippen. Je lichaam is je lichaam, en je vrouwenlichaam. Daarvan spreek je. Je zegt een vrouwenlichaam als dat lichaam gevormd is en gebaseerd is op cellen op een Bevruchte eicel die in bevruchte toestand een XX-chromosoom had. Daar komt een vrouwenlichaam van. En dat noemen wij een vrouwenlichaam. En dat is het lichaam van een vrouw. Want het is een vrouwenlichaam. En iemand die zich een mannetje voelt, die heeft dan nog steeds een vrouwenlichaam. En iemand met een mannenlichaam die zich een vrouwtje voelt, heeft nog steeds een mannenlichaam. Die heeft het lichaam van een man. En niet plotseling het lichaam van een vrouw gekregen. Omdat het lichaam, dat is materieel. Dat gaat over die chromosomen. En in die genderidentiteitstoestanden, daar wordt dus gesproken over. Um, een niet bestaande mens, die ze er even erbij verzinnen... en die is man of vrouw. Dus de conceptie vindt plaats... en met dat de conceptie plaatsvindt... ontstaat er dan ook een mens... en die kan je dan niet zien aan die chromosomen... maar die is er dan wel. Dat is een soort geestelijk wezen. En dat geestelijke wezen die kan of man zijn, of vrouw, of allebei... of blablabla... Dat is je genderidentiteit. Dat is, de, de, dat, zijn de, dat is het geslacht van dat deel van de mens dat je niet kan zien. Want als je kijkt naar die mens, dan zie je dat het een man of een vrouw is. Maar er is dus kennelijk iets in die mens dat je niet kan zien. En dat is dan man of vrouw. Daar is het op gebaseerd. En dat slaat helemaal nergens op. Het enige wat zo iemand kan zeggen. van ja, ik heb een mannenlichaam. maar het lijkt me eigenlijk veel leuker om een vrouw te zijn. Ik, ik voel mij meer op mijn gemak. als ik vrouwelijke dingen mag doen. en dat ik behandeld word alsof ik een van de vrouwen ben. Wat zegt dat dan? Door niet zelden gaat het bij transgenders. om jaloezie. En jaloezie, op zich is er niks mis met jaloezie, want in het tweede gebod zegt God, van, van Mozes zegt God van zichzelf dat hij een jaloerse God is. Nou, als God jaloers mag zijn, dan betekent het dat jaloers zijn, dat is positief. Maar als je jaloers bent op een ander, in die zin dat die ander iets heeft wat jij niet hebt, en jij wil dat graag hebben, ja, dat staat jaloezie gelijk aan begeerte. En gij zult niet begeren dat wat van een ander is. Dat is overigens het tiende gebod, dacht ik. En waarom zou je jaloers zijn? Op mensen met een XX-lichaam. Waarom zou je dat willen? Wat zit erachter? Wat denk je ermee te winnen. als jij je lichaam laat veranderen. dat het de uiterlijke schijn heeft. van een XX-lichaam? Want iemand als Perry. die ziet in één klap. dat jij een XI-lichaam hebt. Iemand als Perry. laat zich niet voor de gek houden. Ik heb een keer uh, dat ik een, een, een vrouw wil bezoeken, gewoon een XX-lichaam. En die had iemand meegenomen, die had een XY-lichaam. En die had uh, een, een vrijwillige castratie ondergaan. En die vrouw die zei tegen mij, ja, dan moet je wel haar aanspreken met zij en zo. Ja, dat lukte dus mooi niet. En dan kreeg ik weer een por in mijn zij van haar. Ik om, wat zij zeggen, het, het is een zij. Ik dacht, nee, het is helemaal geen zij, het is een hij. Hij is gecastreerd, maar dat maakt je toch geen vrouw, snap je? Ik wil niks naar ellende van. En ik hoop dat het goed gaat met die kerel. En hij is dus gecastreerd. En hij, toen ik hem ontmoette, had hij nog best een goed inkomen. En uh, hij woonde in het centrum van Amsterdam, in de Jordaan, in. Uh, nou, hij had wel een behoorlijke woning. En nou, allemaal, ik hoop dat het goed gaat met hem. Maar hij is wel gecastreerd. Zapi? En dat op zich is niet een goed bericht. Nou, en tegen jullie die hopelijk niet gecastreerd zijn, zeg ik op zijn hamburgers tjus! En uh, ze raak je ballen niet kwijt.